Direct concurrent, denk ik. Hè? Want die vissen uit dezelfde vijver. Denk ik. Niettemin, ik denk dat het een heel leuke avondje moet gaan. Met de presentatie. Rens die is hetzelfde, van hetzelfde bouwjaar als ik. En ik denk dat we ongeveer dezelfde opleiding genoten hebben. Dat wil zeggen, totdat we een jaar of 17 waren. Want dan is Rens het onderwijs. Richting onderwijs gegaan en ik ben iets anders gaan doen. Goed, ik zei, hij heeft al van vroeg af aan heeft hij zich bezig gehouden met kunst en vooral met muziek, als ik het goed begrepen heb. Ja, ja. Ja. Het wordt beaamd. Ik merk. Dat is wat, hoort dus bij. Maar, beste mensen, de avond die bestaat uit twee delen, begrijp ik. Eerst een korte pauze, een kwartiertje pauze ongeveer. PP, pas pauze van zoiets. Ik geef graag. Even tijd, ik zou eerst nog willen bellen, maar dan kan ik mijn raai niet kwijt. Want straks dan is de dag voorbij, heb ik u weer niet gezien. En morgen komt het er ook niet van, dus kom ik nou maar gauw een minuut of 10. Zou ik me eens wat vertellen, even tijd. Ik ga eerst nog willen bellen, maar dan kan ik me daar niet kwijt. Ach, het uitstaan, dan lus ik het wel, maar zet het niet voor mij. Aan koekje, nee, dat hoef ik niet. Ah, nou vooruit dan maar dan toch wel een klein. In deze lieke zit eigenlijk ook wel een klein beetje de Brabantse mentaliteit, zal ik maar zeggen, van loop bij elkaar binnen. Je begint te kletsen over van alles en nog wat, want ja, dat was nog iets, of wat dan ook, en uiteindelijk gaat de weg en dan weet je nog niet waar ik het allemaal over gehad heb, weet je wat. Nee. Nou, en ik denk, een betere inleiding voor vanavond kan ik niet maken, want ja, ik begin er aan, we gaan wel zien wat Scheepstraat is. Want voor mij, daar moet ik je heel eerlijk bij vertellen, voor mij is het bekend 3 jaar geleden dat ik weer op een podium stond. En dat heeft verschillende redenen. Nou, eentje dat kunnen jullie allemaal zelf ook wel bedenken, neem ik aan. Ja. Daar gaan we het vanavond ook nog wel over hebben. Maar het heeft ook te maken, denk ik, met het feit, en daarom zitten jullie allemaal hier. Het feit dat ik werk in een taal die niet zo populair is, zal ik maar zeggen. Hè? Het dialect en het publiek voor dialect, en zeker hier in het westen van Brabant, is zeer beperkt. En daar kan de lange breed moeilijk over doen, dat ga ik niet doen. Het is wat het is en we gaan er gewoon vanavond een gezellige avond van maken. Maar dat was dus ook eigenlijk een van de redenen dat je, ja, als dialectspreker heb je gewoon een veel minder de kans om nog eens een keer op te treden. Dus wat dat betreft, heemkundekring, hartstikke top, dat ik eens mag komen. Ja, dan. Dus ik ga proberen om het dialect te promoten. Hè. Nou heb ik hier al. Ons pa was eigenlijk wel een levensgenieter, en hij ging er geren op uit. En hij kletste gerne met iedereen en hij hield van zingen en niet te vergeten van wijn. Ik zal het ook niet wel bedenken hebben. Oh, sorry, ik doe het weer. Geen wonder dat hij bij het kerkkoor zat, want die gingen na de mis en na de repetitie altijd naar het café. Hier, om die hoeken. De beurs. Altijd naar het café. Maar in het najaar, dat was toch wel de grootste leut voor de mannen van het koor, want dan was daar de reis naar de wijnfeesten in Duitsland. En voor ons klein mannetjes was dat ook altijd wel spannend, want hij bracht altijd voor alle kinderen wel een kleinigheidje mee. Het was dus ook niet zo gek dat onze pa een keer met heel de familie naar Duitsland op vakantie woonde.
Ik was toen een jaar of 11 en ik had nog niet zo in de gaten dat er wel een heel onderneming was. Pa, ma, 8 kinderen, nog een vriendinneke van ons Jan en de bagage en eten voor een hele week. En dat moest allemaal in een Fortunus bestel worden. Misschien kenden ze nog wel. Hij kocht een imperiaal en hij timmerde 2 hele grote kisten die daar precies in pasten. En voor de mooieheid wierden ze ook nog in hetzelfde grijs geschilderd als de noten. In de krant had hij een advertentie gelezen van een boer uit een dorpje in de buurt van Trier. 12 boerderijen groot was dat dorp en die boer daar, die was daar de burgemeester. En op de helling boven zijn boerderij, aan de andere kant van de weg, had hij een vakantiehuisje gebouwd. En vanaf Pinksteren was dat te huur. En daar kwam ons pa goed uit, want dan komt hij van daaruit ook nog naar de springprocessie in Echternach. Dat is mijn Pinksteren, hè? Wij zullen dus de allereerste toeristen zijn daar in dat dorp. Snelwegen waren er nog niet en hij had dus maar een lineaal op de kaart gelegd en gekeken langs welke steden en dorpjes dat hij moest rijden. Dat ging dus dwars door de Bels, een stukje Luxemburg en zo naar het dorp waar we moesten zijn. En dat had hij allemaal in de goede volgorde op een papiertje geschreven en had er weer uitgeplakt. Ja, tom-tom, hè? De avond van tevoren weer alles al ingeladen. En toen moest er gekeken worden hoe wij daar met zoveel man in konden. Ons pa achter het stuur, ons ma met de 2 kleinste voorin. Op de achterbank, op de slaapzakken, konden de 4 grootste zitten. En de rest, hup, in de klep, op en op met beddengoed. Geen man, makkelijk. Hallo, wel. Ja, dat was eigenlijk de dakbedekking, hè. Ons pa, dit verhaal begint ook met ons pa. Ons pa was zo'n beetje 1,65 meter en ons moeder nog geen 61. Het is geen woke-verhaal, hoor. Dus ik mag nog blij zijn dat ik de 71 gehaald heb. Maar veel meer zat er voor mij ook niet in. Ik ben dan wel wit, maar als ons vader zwart geweest was en ons moeder ook, dan waren we een neger geworden. Want het woordje neger betekent niks meer en niks minder dan zwart. En daar roepen we al 2000 jaar zo, want dat woord dat komt van de Romeinen, die dat zo ongeveer in heel Europa vindt zeggen. Ik had thuis helemaal niks te zeggen, maar ik heb toch leren praten. Dat is trouwens hartstikke normaal, want de meeste mensen die kunnen praten, hebben niks te zeggen. En omgekeerd hebben de mensen die het veel te zeggen hebben, meestal weinig te praten. En als ze de mond toch een keer open doen, dan is het belangrijkste wat ze doen trouwens, niet zeggen wat ze bedoelen en niet bedoelen wat ze zeggen. Kan het nog volgen? Ja. Denk nog wel eens over. Maar goed, ik heb leren praten thuis. En dat was plat. Niet dat ik dat toen al wist, want toen dacht ik nog dat dat gewoon was. Ik kreeg dat mee. Net als met een DNA, mijn kleur, mijn lengte, niks te kiezen, hup. Met de moedermelk erin. Moedertaal. En toen ik bij de nonnetjes op de kleuterschool kwam, daarachter stond hij toen. En toen ik bij de nonnetjes op de kleuterschool kwam, had ik nog niet door dat er ook anders gepraat kon worden. Dat begon pas zo'n beetje bij meester Bormaans, die mij leerde lezen. Ik weet niet of die naam bij iemand nog belt. Ja, eerste klas. De Sinterklaas, ja, goed zo. Meester Bormaans, daar heb ik dus van in de klas gezeten. Ik zat op de jongenschool, dus, en er waren bij ons alleen maar meesters. En toen moest ik al een beetje anders gaan praten, want er waren geen boekjes in mijn moedertaal. En de meester praatte ons ook, of die praatte ook al niet precies als ons ma. Maar het weer was echt erg toen ik van de lagere school afging naar de bruine paters, oftewel de kapucijnen. Die paters waren trouwens niet bruin, maar de rapij wel vandaag. En niemand vond het toen ter tijd gek dat ze meer zonder jurk en een wit touw onder hun buik op de blote voeten rondliepen. Of een keer in die nieuwe winkel,
toen ik netjes vroeg, mag ik alsjeblieft 1 pond, Kees? Ja. Gelukkig was er nog een derde soort. En die maakte het niet uit hoe Dek het zegt, maar die wilde vooral weten wij gewoon zeggen. En die mensen hoefden niet per se ergens bij te horen, want als je bij de ene hoort, hoorde je niet bij de andere. En die hadden wel door dat er veel verschillende mensen waren op de wereld. Eén wereld die je toch met z'n allemaal deelde. Ik kort het verhaal even weer in. Wie van jullie kent deze boekje? Een busselke Brabants? Nee. Niemand, hè? Nee. Nee. Ik zal u vertellen, dat is geschreven door een Oosterhouter. Althans, geboren in Oosterhout. Het eerste jaar van zijn leven doorgebracht hier in Oosterhout. Die mens die heet Hugo Sterrenberg. Met een inleiding van Piet Kerstens. En Piet Kerstens, wie er naar de hand zelfs nog, heeft het geschubt tot minister van Onderwijs. Gezelle vertaalde Hiawatha van de Amerikaan Henry Wadsworth Longfellow in het Vlaams. Een bekende Oosterhoutse componist die wel een straat kreeg, Marinus de Jong, en zo lang heet hij ook niet in Oosterhout woont, gebruikte 50 jaar later deze tekst voor een oratorium. En ik zong dan een keer voor toentertijd bij mijn zangjuffrouw. Zong ik dat liedje en die schoot helemaal in de tranen. Ze zei, ik heb er nog nooit mee gemaakt. En een man kan zitten vertellen dat hij niet tevreden is mee. Zo. Ik had zo gerne in een ander lijf gezeten. Een flink stuk langer en slanker bovendien. En mee in een sixpack net zo strak als die atleten. Gewoon perfect. Een plantje om te zien. Aan ieder hand wel 50 mooie vrouwen. En geen van al die 100 ontevreden. En rijk genoeg om dat altijd zo te houden. Maar bij het delen zat het helemaal niet mee. Ik stond achter in de rij. En ik kreeg wat anders mee. Ja, ik stond achter in de rij. En ik kreeg wat anders mee. Heb hem er? Ja, dat zeggen we wel eens. Hebben jullie dat gezien? Ja, dat is niet. Nog niet. Nee, kaarten. Dat is van de week, hè? Ja, en dan... Dan zijn mijn schoenen in de eerste klein, zou ik maar zeggen, hè? Want... Dan, in deze lieken heb ik het daar ook over, hè. Dat je met de carnaval, ja, dan mag er ineens allemaal weer wel zo nodig in dialect gesproken worden. En dan mond het allemaal. Het viel mij overigens tegen, ik heb ook de Kiekeriki nog eens even deur zitten plaaien. Ja. Daar stond, andere jaren stond daar ook veel meer dialect in dan nou. Daar is het ook al bijna helemaal weg. Dus, die jaar of 10 moeten wij een korreltje zout nemen, maar het verdwijnt zo. Kakelaars! Als je dan de eerste helft wel in dialect aan wil geven, doet de tweede helft van dat woordje dan ook goed. Ja, die komt maar bij mij. Kijken of jullie het nog weet en snapt. Maar gelukkig eerst per jaar, dan komen we allemaal bij elkaar en dan denken we daar niet aan. Geef mekaar dan een hand en gepraat zonder verstand, je kan mekaar verstaan. En al duurt het maar een week, dan hangt er niemand niet van streek, om wisselen of sprong is gewist. Omdat die zonder het te vragen, net als iedereen in die dagen, kaaien, schet en seksels pist. Eigenlijk over de gesproken taal. En
die gesproken taal, die was heel lang, overal was de gewoon plaats gebonden. En tegenwoordig noemen we dat dan allemaal dialecten. En de wetenschappers die hebben dat allemaal die hebben dat allemaal uitgezocht. En die doen alsof ze erbij geweest zijn. Hè? En het kwam daar vandaan en het ging daar naartoe. En het weer beïnvloedt zus en beïnvloedt zo. Geloof ik allemaal wel. Maar het was altijd een gesproken taal. Het schrijven, mensen. Er kon bijna niemand lezen en schrijven. Dat was verwaal aan de klerikale toestanden, de geestelijkheid, zal ik maar zeggen. En die schreven eigenlijk maar heel weinig op in de eigen taal, dat ging altijd in het Latijn. Dus de Nederlands, dat bestond eigenlijk helemaal niet. Toch hebben wij allemaal op school, hebben wij het vroeger allemaal nog gehad over Oud-Nederlands en Midden-Nederlands. En eigenlijk is dat een groot flauwekul. Ik heb daar, en dat beschrijf ik in mijn boek allemaal wat uitgebreider natuurlijk. Ik heb daar een beetje benaderd, zoals die journalistengroep van Follow the Money. Mm. Ja, maar waar komt het eigenlijk vandaan of waar gaat het eigenlijk naartoe? Het Oud-Nederlands, zou ik maar zeggen. Dat zijn alleen maar dialecten. Het woordje Nederlands bestond nog niet eens in die tijd. Ook bij de Midden-Nederlands, en dan beginnen ze het, dat begint eigenlijk altijd. Al diegenen die ooit literatuuronderwijs hebben gehad, die krijgen dan Hadewig. Ik lees het op hoor, want ik had daar niet op. Hadewig. Dat is van woord waarschijnlijk. Nou, dat is dus Antwerps dialect. In Antwerpen 1240. Maar ook uitgegeven in het Latijn en in het Frans. Van den Vos, Reinaarde, geschreven in het Vlaams, Gents. Karel en de Elegast, Brabants, Vlaams, Beatrice, Brussel, Marieke van Nimwegen, Antwerps. Met andere woorden, wat daar dan zogenaamd Midden-Nederlands is, het woordje bestond belangrijk niet. En dan gaan ze het hebben, Nieuw-Nederlands vanaf 1500, nou dat klopt ook allemaal helemaal geen Nederland. Niks van. Dan krijgen we de 80-jarige oorlog en Luther die komt eraan met wel het protestantisme. En dan begint er wel wat te broeien in de talen en zo. En dan gaan ze al wel, want dan krijgen we de republiek. En dan komt er noodzaak om een soort van gemeenschappelijke taal te hebben. Want elke provincie had gewoon zijn eigen groepje van dialecten. Maar op het moment dat je dus een groter geheel wordt, dan moet er ook iets van een gemeenschappelijke taal komen. En dan Vondel en zo, en Hugo de Groot. En die beginnen dan voorzichtig te stoeien met de eerste regeltjes. Maar dan hebben ze het nooit over Nederlands, want dat woord bestond nog niet. Die hebben het dan over het Neder-Duits. En Duits is eigenlijk weer afgeleid van Diets, oftewel volks. Het Neder-Duits, de eerste opdracht die gegeven werd, wat te zeggen. Tegenwoordig hebben ze die term expres laten vallen, ABN. Want in de definitie van ABN stond, namelijk, ik moet niet kunnen horen waar hij vandaan komt. Ja, dit is natuurlijk ook wel heel scherp geformuleerd. Hè? Nou, gevolg, ABN zeggen we niet meer. We hebben het tegenwoordig over de standaard taal. En toevallig stond er in de, zeg het eens, De Morgen, dat is een Belgische krant, stond een heel mooi artikel van een Leuvense professor die het had over het verschil tussen de standaardtaal en de tussentaal. In België noemen ze dat tussentaal. De taal die ik nou spreek is een beetje de tussentaal. Ja, er is nog wel. En in dat jaar heb ik het verhaal geschreven, Me Too. Gevoel maar al aankomen. En Me Too, dat verhaal, dat is mij daar niet door iedereen in dank afgenomen. Want heel veel van de dialectliefhebbers, dat zijn oude mensen en die zijn ook wel conservatiever, zal ik maar zeggen.
En die vonden dat ik bepaalde dingen eigenlijk niet had moeten doen. Maar ik zal het verhaal voorlezen. En MeToo heet dat verhaal dus. En het is een gesprekje, hè? Me wie? Nou, MeToo. Nee, die ken ik niet. Van wie zou er dat dan neer moeten zijn? Maar, luister nou eens. Dat is niet iemand. Ja, maar het moet toch wel een sloerie zijn, want ze hebben het er regelmatig over. Ze hadden het er net zo goed Mie Schandaal kunnen noemen, niet dat? Ja, maar een schandaal is het wel, maar het zit net even wat anders. Als je me nou eens even laat uitpraten, dan zal ik het toe uitleggen. En meedek de zee schrik ik van mijn eigen. Hoe ga ik aan een mens van over de 90 nou zeggen hoe dat het zit met al die vrouwen die, zachtjes uitgedrukt, lastig gevallen zijn. En daar nou eens eindelijk mijn recht over klagen. Kan ik ons maar dan nog wel aan de verstand gepraat krijgen. Een beetje roddelen is altijd wel gerig gedaan, maar deze was nog wel een ander verhaal. En dan ook nog bij mensen van de film en toneel. Was dat altijd al een aparte wereld waar we eigenlijk maar beter niet mee kon bemoeien. Als ik daarover zou beginnen, dan kan ik het wel vergeten, want die goddelozen die hebben er zelf om gevraagd. Ik zal het over een andere boeg moeten gooien. Maar, weet jij nog van Mientje, van tante Sjaan? En het duurde even, want ze wil eigenlijk niet toegeven dat ze dat nog maar al te goed weet. Ja, jij bedoelt toch dat ze in de stad bij meneer Pstoor moest gaan werken omdat ze een kleine had gekregen? Ja, dat weet ik nog wel. Maar daar kan het maar beter niet over hebben. Per slotverrekening is ze zo toch nog goed terechtgekomen. Maar heeft hij nou weer te maken met Mie Schandaal? Maar, weet jij soms ook nog wat er met dat kind gebeurd is? Nou, precies weet ik het ook niet. Maar het schijnt dat hij bij een boer terecht is gekomen als aangenomen kind. Maar waarom rakelde dat nou allemaal op? En zo wordt er een beetje ongeduldig van, want over die dingen weer niet gepraat. En als het iets te moeilijk wordt, dan is het ook altijd wel makkelijk dat je de pastoor kan napraten. Maar ik denk dat ze er zelf toch ook wel iets van gevonden moet hebben. Ik zie anders dat ze het liever niet wil zeggen. Dus ze kijkt maar naar buiten en ze wrijft een beetje in de handen. Ik zeg maar niks. En ik geef ze nog maar even de tijd om na te denken. En dat helpt. Ik heb ze na de hand nog maar een hele keer gezien. Toen had ze een dag vrij. En toen kwam ze naar Ancien. Ze heeft daar zo bij de hele middag zitten schreeuwen. Ze wou haar kindje terug. En op zijn les snotterde Ancien mee. Ik ook, ik ook. De klok tikt. En de ketel staat te pruttelen op de kachel. En buiten is nog altijd niks te zien. En de reteen wordt koud. Ons Jan heeft er nog altijd moeilijk mee. Ieder jaar mee zijn een verjaardag, dan brandt ze nog altijd een kerstje voor dat mannetje. Maar ma, zo'n kind heeft toch ook een vader? Ja, maar die hoogheren die komen er altijd mee weg, hè? Als die zonder nozel groen blaadje kan pakken, dan zal ze het niet laten. En die vrouwen moeten er altijd maar voor opdraaien. Nou maar, al die vrouwen die ook van die rottigheid hebben gehad, willen dat die mannen nou eens worden aangepakt. En daarom roepen ze Mie toe. Ze slurpt dus aan een koude thee. En ze begint aan haar koekje. Ik heb het niet geluk. Ik heb gelukkig niet zo slecht gehad als Mientje. En nou laten ze mijn vocht wel mee rust. Maar eigenlijk ben ik dan ook wel een beetje Mie toe. Hoezo dat nou maar? Nou, 8 kinderen en 3 mieskralen tussendoor, bedankt. Ja.
Want hij heeft er een mooie begeleiding van gemaakt en dat kan ik helemaal niet. En mijn vingers zijn toch al niet meer zo, zoals het moest zijn en zo. Dus ik heb nou de begeleiding en ik hoop dat ik het kan horen en zo. En dat het allemaal synchroon gaat, want ik kan nou niks proberen. Zand. Experimentje, hè? Zand. Of de techniek ons niet in de steek laat. Twee keer een klik. Lente, jij bent mijn zomer en mijn zon. Jij bent een storm in de najaar. En in de winter wermer dan de kachel weer mijn kom. Zag ik het nog een keer doen? Ja. Oké. Okay. Jij bent mijn lieken in de lente. Jij bent de zomer en de zon. Mijn zomer en mijn zon. Jij bent een sturm in de najaar. En in de winter wermer dan de kachel wermer kom. Oké. Jij bent mijn lucht en op mijn leven. Jij bent ons maar mijn kind. Jij bent mijn eten en mijn drinken. Jij bent de hele horizon van het einde tot begin. En als ik moet missen om de gefietsen, jij bent de sterren in de najaar. En in de winter werden dan de kachel weer bekomen. Graag gedaan. En ik wil jullie bedanken, want jullie was een heerlijk publiek om na zoveel jaar eindelijk weer eens vuchtig te spullen. Ja, ik had in eerste instantie de naderhand de gedachte van oei, ik zal toch nog niet hier echt erfstuk zijn. Heel goed gedaan. Ja, we gaan een boek aanbieden, niet over dialecten, maar over tradities in Brabant. Leuk. Oh, maar mijn interesses zijn verder. Daarbij met een kleine Oosterhoutse touch. Hartstikke bedankt. Ik wou nog zeggen, ik heb over de vlinders ook nog wel een gedichtje bij. Dat doen we een andere keer. Dat je toegift. Ja, als je er even de. Daar heb ik echt een gedichtje over. Over vlinders, over mijn boek gesproken. Maar dan moet ik even zoeken waar die staat. Wat heb ik eigenlijk? Over de vlinders. En daar heeft ons Klema zo'n prachtige illustratie bij gemaakt. Honden juist. Vlinders. Ik hoop dat ik het kan voor. De vlinder zaten pronken op een gele botbloem. Want hij had zo in de middag niet veel anders om te doen. En een boer die daar voorbij kwam, die stond erbij en keek ernaar. Was ons Marie ook maar zo mooi. En hij streek eens door zijn haar. Zo kwam het dat hij een boer, nou durfde je vlinder weer bemerkt. En de vlinderdocht, die is moe, die heeft te hard gewerkt. Want boeren kijken zelden naar de vlinders kleurenpracht. Laat deze dus maar kijken, was de vlinder zijn gedacht. Toen kwam een vlinder in de ran. Kijk, de die. Toen kwam de vlinder in de ran en zei, laat ons gaan paren. Dan zorgen wij voor een nageslacht, zodat hij een boer kan staren. Want kleuren van de vlinder is voor hem net hoog.
hoge school. En daarom plant hij voor ons rupsjes zoveel rode bloemen. Zoals zij had gesproken, weer het toen dus ook gedaan. En de boer die zag ze fladden en hij vond er niks meer aan. En s'avonds bij het eten zei hij tegen de boerin: je moet de kolen spuiten, want daar komen rupsen in. De moraal. Sorry. De moraal. Wat zouden kinderen leren uit deze zomerse gegeven? De boeren vlinders scheren zien, al is het dan maar even. Maar van rupsen in zijn kool zie je daar de zin niet in. En daarom hebben alle boeren bij de kool ook een boerin. Beste mensen, de werf is geopend. Jij bent de zon en de jij bent de zomer en de zon, mijn zon en mijn zon. Jij bent de sturm in de najaar en in de winter warmer dan de kachel warmer komt. Jij bent mijn lucht en op mijn leven.